Over de hele wereld zijn er maar liefst 155 miljoen mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Ze leven op straat, komen moeilijk aan eten en zijn niet veilig. De komende dag ga ik ervaren hoe het is om dakloos te zijn. Maar er zijn ook 40 miljoen mensen met een vermogen van meer dan 1 miljoen euro. Ze leven in gigantische villa's, gaan elke dag uit eten in de meest luxe restaurants en rijden rond in de duurste auto's. De komende 100 uur ga ik ervaren hoe het is om miljonair te zijn. Word je er wel echt gelukkig van als je veel geld hebt? Daar gaan we achter komen. Zien jullie dit? Ik ook niet. Ik heb ook helemaal niks. Geen geld, geen telefoon, alleen deze rugtas. Die heb ik simpelweg nodig voor mijn camera. Het klinkt misschien gek, maar ik heb er nu nog best zin in. Maar ik weet dat het gewoon niet leuk wordt. Normale mensen nemen een boterham met pindakaas als ontbijt. Vandaag ben ik miljonair, dus zit ik in een restaurant. Of ja, technisch gezien zit ik buiten. Jullie snappen wat ik bedoel. Doe mij maar. Daar is het eten. Heerlijk een dagje als miljonair leven. Eigenlijk gewoon een normale dag voor mij. Helaas, dat was een grapje. Gast. Op filmpjes zie ik zwervers vaak eten uit prullenbakken. Dat ga ik dus echt nooit doen. Dit is oprecht het smerigste wat ik ooit ga doen. Oké, eerste prullenbak. Ik hoop dat er wel lekkers in zit. Een flesje. Jongens, er zit letterlijk nog een beetje water in. Ga ik dat doen? Ga ik dat drinken? Dit is echt geen fijn gevoel. Dit is vreselijk. Ik zocht nog even verder en toen... Holy shit! Ik vind letterlijk een halve banaan. Oh mijn god, maar dit vind ik echt het ranzigste ooit. Ik kan deze niet laten liggen. Ik moet hier wat van eten. Oké, 3. Dat kan het toch niet, jongens? Ik kan dat niet. Oké, ik had wat banaan op, een beetje water, maar echt eten kan ik dit natuurlijk niet noemen. Dus ging ik nog even verder op zoek. Ik zit bomvol van het ontbijt, kijk maar. En nu is het tijd om naar Amsterdam te gaan. En hoe ga je dat dan doen? Met een limousine. Waarom niet? I just bought a new way. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's fresh enough to prove it. Wat een entree, jongens. Daar gaan we. Zo, ik zit. Ik heb zelfs nog nooit in een limousine gezeten. Dit is lekker. Heerlijk. Ik zou hier met al mijn vrienden kunnen zitten. Vandaag zit ik hier alleen. Best saai eigenlijk. En dan denk je, wat luister je als miljonair voor muziek? I'm a millionaire! Ik heb echt even vervoer nodig, want ik wil naar een andere plek. Maar zonder geld gaat dat lastig. Dus er zijn 3 opties. Nummer 1, liften. Nummer 2, fiets stelen. Nummer 3, zwart rijden. Eigenlijk moet je hier een OV-chipkaart voor hebben, die heb ik niet. Dus doe ik maar net alsof ik hem wel heb. Piep! Volgens mij keek ze niet. Ze heeft dus niks door. Ik vind het echt spannend. En we zijn eruit. Snel weg, snel weg. En dan vragen jullie af, wat ga je in Amsterdam doen? Ik ben namelijk op de Pieter Cornelis Hoofdstraat. Dat heet de... dat is de PC Hoofdstraat. Hier komen alleen maar miljonairs. Ik ben hier namelijk om een outfitje te scoren. Ik ga straks namelijk een hele leuke activiteit doen. Maar daarvoor moet ik wel in stijl gaan. En dat ga ik hier doen. Het kan beter. 1 hour later. Jongens, ik heb zo'n keuzestress. Ik weet niet. Dames en heren, de outfit is gehaald. Hij kostte maar liefst 327 euro. Ik vind het nogal wat. Maar jullie zijn natuurlijk benieuwd naar de outfit. Die gaan jullie zien bij mijn activiteit. Ik ben momenteel in het park. En serieus, ik heb nu echt even geld nodig. Want ik heb dorst en honger. Dat is echt niet normaal. Dus het is tijd voor mijn plan. Ik heb namelijk een bordje gemaakt met daarop... Zou ik alsjeblieft wat geld mogen of een lekker frikandelbroodje, want die glijdt er wel in. We gaan kijken of het werkt. Hallo, some money, have some frikandelbrood? No? You have some money? You have some money? Some money? Some little money for me? Please for me? Some little money? Ik kom erachter dat dit bordje niet echt voor me werkt. Dus ik heb er nog een gemaakt. Mag ik geld? Mensen, kinder. Niemand geeft dat. Er zijn al honderden mensen langs gelopen. Kun je some money? Hoeveel wil je? Hebben jullie geld? Ja, ik heb 5 euro. Dankjewel. Wat een legend. Ik heb letterlijk 5 euro gegeven. Dat is serieus best veel. Dus besloot ik daarvan wat eten te halen. Het is tijd voor een Smikkelabs.
Dames en heren, zijn jullie klaar voor mijn outfit? Tada! Mijn outfit. En jullie dachten dat ik achter die boom vandaan kwam, hè? En aan de hand van deze outfit kunnen jullie misschien ook wel raden waar ik nu ben. Ik ben op de golfclub. Vroeger heb ik zelfs op best hoog niveau gegolfd. Ik wil niet opscheppen, maar mijn speelsterkte was handicap 54. Dat is de hoogst haalbare handicap in de golfscene. Slag nummer 1. Dat was mis. Hole in one! Grapje, ik heb er 5 slagen over gedaan. Niet slecht. Tijd voor eten. Meneer, zou ik alsjeblieft iets gratis kunnen krijgen? Aardbezaaier! Je bent echt een held, meneer. Oké. Okay. Dankjewel. Dank je. Jongens, ik vind het echt sneu voor die man. Die man heeft mij een gratis broodje bal gegeven. Wat een held. Ik voel me een beetje... niet goed erbij, laat ik het zo zeggen. En daarom had ik voor degene die mij het beste hielp €50 meegenomen om aan diegene te geven. En deze man van de kraam die verdient het. Meneer, ik moet u nog heel erg bedanken. Het broodje was heerlijk. Dus, hier, €50. Omdat u mij zoveel geholpen heeft. Nee, het is... Keep it. Wat? It's for you. Wat? De €50. Nee, toch? Jawel. Echt waar? Ja. Nou, hartelijk dank, hè. Graag gedaan. Doei doei. Het voelt zo fijn om te doen. Hij was er zo blij mee. Ik vind het echt serieus best lief voor Rick. Hij heeft niet eens geld voor eten. Wat zou hij vandaag de hele dag hebben gegeten? Ach ja, ik ga even lekker eten bij de Harbor Club. Daar zit ik dan aan een tafel voor 2. Alleen. Ik begin met wat lekkere broodjes. En een soort, ja. Geen joortje. Het vlees is op. Mijn buik zit vol. Er kan nu echt helemaal niks van bij. Ik kon het niet laten om ook nog een ijsje bestellen. Ik had nu heerlijk gegeten, maar had nog geen slaapplek. Goeiedag, ik heb misschien een raar vraagje. Hebben jullie misschien iets van een oud dekentje of zo? Want ik heb voor vanavond geen slaapplek. Nee. Nee? Dat is wel iets anders of zo? Nee, ik heb helemaal niks. Een koekje? Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Dank je. Jongens, ik heb wel een koekje. Geen deken, wel een koekje. Hij woonde er pas net, dus hij had geen deken. Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken. Geen deken voor vanavond. Dan maar lekker mijn koekje opeten. Mijn buik zit vol en dan is het nu tijd om naar mijn slaapplek te gaan. Even kijken, waar stond mijn auto ook alweer? Yo, staat hier een Lambo. Why, yo. Damn jongens, jullie dachten natuurlijk. Yep, je gaat met deze auto naar je slaapplek. Ja jongens, helaas, dat hoorde hem niet. Of toch wel! Ik ga met deze auto naar mijn slaapplek. Damn, ik heb nog nooit in een Lambo gereden. Ik vind het stiekem best wel spannend. Dit is zo ziek. Ik snap dat ik in een Lambo ga rijden. Ik rij gewoon in een Lambo. Ik rij gewoon elk moment in een Lambo. Ik vind het echt best spannend hoor. Ik denk dat het maar eens een goed plan is om een talent te gebruiken om geld te verdienen. En jullie vragen je vast af, Rick, wat is jouw talent? Breakdance! Oké, doorpakken naar het swingback. Anybody? Volgens mij werkt het niet echt. Ik ben jullie serieus heel erg dankbaar dat ik dit gewoon allemaal dankzij YouTube kan doen. Serieus, maar kijk hoe ziek deze wagen is. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet gewoon rijden, ik moet gewoon rijden. Ik ben aangekomen in het hotel. Kamer nummer 64. Deze is van mij. Jullie verwachten natuurlijk ook dat dit een gouden kamer is. Ja, nou, dat verwacht ik dus ook. Ik ben nu al de hele dag door Amsterdam aan het lopen. Al te zwerver. En ik weet dat ik echt niet mag zeiken, want dit is maar één dagje. Als dit dagelijks zou zijn, zou ik echt mentaal en fysiek helemaal kapot gaan. Dus besloot ik vanuit huis €300 over te maken aan het leger des heils. Omdat er in Nederland nog te veel mensen dakloos zijn. Ik heb echt heel ver gelopen voor een plekje buiten de stad. Want ik heb serieus geen zin dat er daar andere zwervers bij liggen. En ik denk dat ik nu al bij een mooie spot ben. Alleen één groot nadeel, hier zit een snelweg langs. Holy shit. Ja, ik ga echt niet nog verder lopen, want nee, dat ga ik gewoon niet doen. Toen ging ik even mijn slaapplek klaarmaken. Technisch gezien, ik hoef helemaal niks voor te bereiden. Ja, ik heb ook gewoon echt helemaal niks.
Jongens, dit wordt echt een drama. Ik gebruik mijn rugtas denk ik maar als kussen. Ja, dit is echt niet ideaal. Dit is echt vreselijk, man. Best raar om te beseffen dat ik vanmiddag een plek zag, midden in een stad, waar een zwerver sliep. En nu lig ik hier zelf op de grond. Het enige geluk dat ik heb is dat het weer mee zit. Het is echt niet koud. Ja, vannacht zal het wel afkoelen. Moet je nagaan hoe dit in de winter is. Niet normaal. Wow. En ja, alles is koud. Zelfs de fucking deur is van goud. De rand van de spiegel, deze bloempot, de lamp, deze stoelen, het bad. Maar de vraag, is de wc van goud? Oh yeah, it is. Oh, volgens mij heeft er net iemand gepoept. Oh. Jongens, jongens, jongens toch. Deze hotelkamer is echt te ziek, jongens. Oh, de nacht was vreselijk. Ik kon niet slapen, ik slaap langs de snelweg. Abonneer misschien wel even bij ons, zou ik waarderen. Ik ging alvast even mijn tanden poetsen en natuurlijk even mijn mond spoelen. Word je er gelukkiger van als je als miljonair leeft? Ja, voor één dag is het echt fantastisch. Maar ik denk als je het dagelijks doet, dat het al heel snel normaal wordt. Abonneer en doei!